jullie zijn gewend om bij elkaar op schoot te zitten, hoor ik net. Dus dat zitten jullie nu ook, hè? Jaren. Ja. Zeggen, jullie zijn ook beland op de shortlist. Vertel eens met welk boek? Met het Mutsenboek. Het Mutsenboek, het derde deel van de trilogie. Ja, en de nominatie voor de shortlist, dat is natuurlijk de laatste stap eigenlijk. Ja. Wat gaat er door jullie heen, zeggen we dan, hè? Toen ik het telefoontje hoorde, kreeg ik er helemaal warm van. Ja? Ik kon het echt niet geloven. Nee, ja. Je hoopt het wel, maar ja. Ja. Dus, en jullie waren samen thuis toen jullie dat hoorden? Ja. 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 Maar ik moest het geheim houden, dus ik moest eerst vragen of ik het wel tegen mijn man mocht vertellen. Ja, dat is extra spannend dan. Ja. Wat een beetje een raar sfeertje thuis. Ja, ja, spannend. Ja, nou, we zijn al klaar met springdagboeken. Drie maal. En we hebben drie maal op de shortlist gestaan. Dus dat vonden we toch wel... Drie maal scheepsrecht, zeggen ze dan wel eens. Hè? Ja. Jawel. Ja. Dus nou is het afgelopen en dan gaan we met pensioen. Ja, is het, ongeacht of jullie winnen of niet, het is een... dit project is klaar. Ja. Ja. Bedankt voor jullie toelichting en heel veel succes. Dankjewel. Je bent genomineerd voor de shortlist. Voor de Zeeuwse Boekenprijs, wat vind je ervan? Ja, fantastisch. Ja? Ik wist natuurlijk al dat de longlist, dat ik daarop stond en dat was al een cadeautje. Maar ik kreeg een telefoontje en ik had helemaal geen tijd vanmiddag, want ik stond op het punt om een voorstelling in te gaan. En ik denk, ook dat nog, leuk. Spannend? Ja, super spannend. Er zijn ja. er nog vijf over, toch? Ja, ja, het zijn er vier te veel. Je gaat gewoon winnen, of niet? Ik weet het niet. Ik geef de poëzie nooit zoveel kans. Wij horen eigenlijk een beetje in het verdomhoekje. Maar ja, het zou wel heel leuk zijn. Goedemorgen, Jan Slemer. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo. Zeg, heb je het grote nieuws al gehoord? Ja, het schijnt te wezen dat ik gepromoveerd ben van de... longlist van de Zeeuwse Boekenprijs naar de shortlist. Ja, dat klopt. En dan is mijn vraag aan jou, wat is jouw eerste reactie daarop? Oh, dat is natuurlijk leuk, maar ik hang er niet van in de gedienen. ja, daarvoor ben ik te oud natuurlijk om in de gedienen te hangen. En de gedienen ben ook hier niet zo sterk. Dus, Hoe hoog schat je kansen deze keer in, weet je dat? Nou, daar weet ik eigenlijk niks van, want ik weet zelf niet wie die andere vier genomineerden ben, nu natuurlijk. Nee, daar durf ik niks over te zeggen. Nou, dat is heel goed. Maar vanmiddag worden die namen bekendgemaakt, dus dan kan je kijken. En, ik wens jou in ieder geval heel veel succes en ik bedank je voor je... Ja, je bent thuis nu, maar toch fijn dat je me even te woord kon staan. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Fijne dag. Doei. Wim Hofman, goedemiddag. Heb je het grote nieuws al gehoord? Ja, maar het is geheim. Ja, het is nog geheim, maar je hebt het wel al gehoord. Dat is mooi, hè? Maar jij bent inderdaad genomineerd voor de shortlist. En dan is mijn vraag natuurlijk, hoe voelt dat? Wat is je eerste reactie? Nou, dat heeft die uitgeverij heel goed gedaan. Ja? De uitgeverij heeft een heel mooi boek gemaakt. En de redactrice was heel enthousiast, maar ook de vormgeefster. Vooral toen ze wat plaatjes van mij zagen, want er staan een heleboel plaatjes in dat boek. En die zorgen er wel dat het er heel bijzonder uitziet. Dus ik ben daar blij mee. En de nominatie op zich? Ook blij mee? Ja, ook blij mee, omdat het een overzicht is van wat ik zo al geschreven heb. Ja. In mijn lange leven. Dankjewel voor de toelichting en veel succes. Dankjewel. Goedemiddag, Sarah. Voor jou is het de eerste keer dat je bent genomineerd en dan gelijk op de shortlist bent beland. Klopt, ja. Hoe ervaar je dat? Ja, superleuk. Ik bedoel, het is je eerste boek en dan meteen toch genomineerd. Dat is een mooie bevestiging van wat je aan het doen bent. Ja, ja, dat is echt super. En dan ben je ook misschien nog wel de jongste deelnemer van iedereen, of niet? Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, leg je jezelf goede kansen toe? Nou, je weet het niet. Ik heb hier ook al andere mensen rond zien lopen, waarvan ik ook denk van nou, dat zijn ook wel heel goede kanshebbers. Dus, Het is gewoon spannend. Maar ja, in ieder geval bij de laatste vijf. Dus gefeliciteerd daarmee en heel veel succes. Ja, bedankt. Dankjewel.